Gemist? Nee, nog niet echt. Maar als er hele gave wedstrijden zijn en de play-offs aan de hoek komt kijken, dan denk ik dat de kriebel wel weer heel sterk omhoog zal gaan komen. Wij zijn een personal training instituut. Wij begeleiden mensen van 1-op-1 tot small groep. En daarin alles rondom gezondheid en vitaliteit. Dus trainen is niet alleen belangrijk, ook een stukje rust en voeding komt daarbij kijken en levensstijl. En al die facetten samen brengen wij hier in praktijk. Ik heb een hele bewuste keuze gemaakt om te stoppen. Een eigen bedrijf is ook een topsport. En je kunt maar één ding echt 100% goed doen. En ik heb bewust gekozen om te stoppen met ijshockey, zodat ik gewoon goed aan mijn werk tijd kan steken. Tot op heden door de drukte met het openen van een nieuwe locatie heb ik er nog niet echt aan kunnen denken. Nog niet kunnen missen. Maar vorige week zijn de trappers begonnen met de eerste oefenwedstrijden. En dan begint wel meteen weer de kriebel. En dan lees ik dat ze supergoed hebben gedaan. Dat maakt me trots. En dan vind ik het jammer dat ik er geen onderdeel van ben geweest. Maar ik gemist? Nee, nog niet echt. Maar als er hele gave wedstrijden zijn en de play-offs aan de hoek komt kijken, dan denk ik dat de kriebel wel weer heel sterk omhoog zal gaan komen. Maar het meest bijzondere herinnering is denk ik wel afgelopen play-offs, de finale. Voorafgaande wedstrijd 4, wat de beslissende had kunnen zijn, heb ik het team medegedeeld dat het voor mij de laatste zou kunnen zijn. En gevraagd of dat we dat niet laten plaatsvinden en nog hopelijk wedstrijd 5 eruit kunnen trekken. En dat moment daar in de kleedkamer, die emotie met je broeders, met je vrienden waar je echt heel bijzondere vriendschappen mee deelt, was voor mij wel een heel speciaal moment. Was het dan tranen of werd er juist veel gelachen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, dan, ik had aan de coach gevraagd dat ik het woord mocht doen voor de wedstrijd. En dat was vanuit serieus met een traan eindigen met een lach. En de volle focus op naar de wedstrijd. En iedereen kwam 200% uit startblokken die pot. Dus dat vond ik wel een heel bijzonder moment persoonlijk. Nee, ik ben heel erg ook daarin dankbaar naar trappers toe wat ze voor mij hebben betekend al die jaren. Zonder trappers had ik niet de persoon kunnen zijn die ik nu ben. Dus ik wil daar zeker graag iets voor terug doen. Op dit moment niet. De combinatie drukte met het werk is daar gewoon geen plek voor. Maar als die plek er is, dan ga ik dat zeker doen. Waar zit je dan aan te denken? Voorzitter van de Tilburg Trappers? Oeh, voorzitter. Nee, zeker geen voorzitter, denk ik. Met jeugd werken. Ik vind het ontzettend leuk om met kids aan de slag te gaan en die te begeleiden, die te helpen. Vooral ook omdat ik zelf heb ervaren wat heel goed voor je is, maar ook vooral wat niet goed voor je is. En die kennis zou ik graag naar de jonge man willen overdragen. We'll be right back.